Wat heel specifiek is, is van deze EHEC is dat hij hele ernstige klachten geeft. En met name een van de ernstige klachten is bloederige diarree. Dat is een belangrijk symptoom. En daarnaast ook geeft deze bacterie ernstig nierfalen. Dus je nieren houden er echt mee op. Je kunt niet meer plassen. Je kunt niet meer plassen, inderdaad. Zieken door de EHEC-bacterie zijn er nog niet gemeld bij de GGD Drenthe. Maar de GGD houdt wel nadrukkelijk de vinger aan de pols. En naar aanleiding van vele vragen vanuit de provincie adviseert de GGD voorlopig heel zorgvuldig te zijn met komkommers en andere verse groenten. Wij raden mensen aan sowieso om bij voedselbereiding vlees altijd heel goed te verhitten. Daarnaast ook groenten en fruit goed te wassen en goed te schillen. En met name is ook de handhygiëne heel erg belangrijk. Dus zowel voor als na het eten bereiden en ook met name na de toiletgang heel goed en langdurig de handen wassen. Uitgerekend deze week heeft een groot supermarktconcern de komkommers in de aanbieding. Volgens de winkelier in Gieten is de vraag naar komkommers normaal. Wel heeft hij een waarschuwing bij de komkommers geplaatst. Nou, in ieder geval om de mensen gerust te stellen, want er wordt natuurlijk veel geschreven, ook op internet. En vooralsnog hoeven de mensen zich met de komkommers die wij verkopen in de winkel, hoeven ze zich nog geen zorgen te maken. En waarom niet? Omdat de komkommers die wij verkopen, die komen uit Holland. En de klanten laten zich inderdaad niet weerhouden om een komkommer in te slaan. Mevrouw, u durft de aankoop van een komkommer wel aan? Dit is een Hollandse. Ik neem aan dat het wel goed is. Ja hoor, dit zijn Hollandse komkommers. Dus ik neem ze mee, lekker.